Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 20 mei. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben een tijdje geleden al klaargemaakt, want ik heb al boodschappen gedaan. Ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik was weer even aan het kijken naar iets aan de onderkant, dat ik me voor het eerst minder prettig voelde in de supermarkt. Het was super druk. Ik denk dat dit te maken heeft met Hemelvaartsdag, terwijl eigenlijk morgens in de supermarkten wel gewoon open. Dat wist ik ook niet, dat het hier zo was, maar het is dus wel gewoon zo. Maar het was super druk. Allereerst, ik was even bij de Aldi, want ik moest wasmiddel hebben. Daar voelde ik me al niet heel prettig, omdat de Aldi in de Hero is niet zo heel erg groot. Dus 1,5 meter is wel een dingetje. Mensen gaan er ook nog uitgebreid bij de koopjesbakken staan kijken. En dat moet je ook gewoon doen, hè, als je daar wilt kijken. Maar ik vond het toch wel lastig. Mijn dingetjes gedaan. Ik had wel zoiets van, ik ga er eventjes niet meer zo snel heen. Daarna ging ik eventjes naar de Boni, want ik wilde swarma hebben. Want ik wist niet of ik nog in de vriezer had, hadden ze geen swarma. Maar mensen gaan alweer heel erg met kluitjes op elkaar staan en een praatje maken. Dat vond ik voordat corona uitbrak al een dingetje. Als mensen dat deden, dan had ik altijd zoiets. Ga lekker naar huis, neem een gezellige kopje koffie, neem een gezellige kopje thee bij wat je wilt. En ga gezellig bijkletsen. Maar moet dat in een supermarkt? Maar dat was nu dus ook. En dan wil je eigenlijk niet langs die mensen heen, omdat je weet, er zit geen 1,5 meter tussen. Dus ik stond daar te wachten. Dus op een gegeven moment zegt die vrouw tegen mij, ja, ga er maar langs hoor. Ik zeg, ja, ik weet niet of dat kan in verband met de 1,5 meter. Ja, dat is toch wel een beetje lastig. Ik denk, ja, maar ja, soms ga ik er langs en dan krijg ik een sneer uit de palm van, hallo, 1,5 meter. Hè? Dus ik dacht, laat ik heel voorzichtig zijn. Vond ik al minder prettig. Nou, ze hadden helemaal geen swarma, want dat was allemaal al op. Dus uiteindelijk ben ik met niks de winkel uitgekomen, want ik had verder niks nodig. En dan loop je door zo'n winkel met zo'n lege kar. Gelukkig kon ik even langs een kassa die was niet afgesloten. Althans, er zat geen hekje voor de doorgang. Dus daar kon ik gewoon langs heen, zodat ik niet in een rij hoefde te wachten terwijl ik niks had. Ja, Mickey, wat is er? Mickey is heel knuffelig. Die heeft straks al even lekker geknuffeld. Het is heel schattig, maar ze is ook een beetje vervelend, hè? Ja, kom er maar bij. Het was gewoon super druk. Dus vandaar dat ik me wat minder prettig voelde. Gisteren natuurlijk de persconferentie gehad. Waar ik best wel verbaasd over was, is dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig gaan draaien. Ook de middelbare scholen gaan geloof ik vanaf 2 juni weer open. En ook het speciaal onderwijs. En dan denk ik van, ja, hoe lang is het nog een maandje? Volgens mij is het alweer bijna vakantie. Op zich weet je. Ik ben bang dat heel veel kinderen misschien toch wel achterstand hebben opgelopen. En dat er misschien nog wel iets van een zomerschool gaat plaatsvinden. Maar dat zal niet voor alle kinderen gelden. Er zijn natuurlijk ook heel veel scholieren van de middelbare school al geslaagd. Dat ze er super goed voor stonden en dat ze gewoon niet wisten. Of dat ze überhaupt nog dit jaar naar school toe gingen. Of dit jaar. Dit schooljaar af konden maken. Nou ja, dat mag dus nu wel weer. Wat ik wel bijzonder vond. Omdat ik denk, ja, het is bijna vakantie. En wat ik een hele bijzondere vond, is de kroegen. Ze mogen vanaf 1 juni natuurlijk open. De terrassen is wel 30 man, maar in een kroeg niet. Als je een klein kroegje hebt en je gaat die helemaal volstouwen, gaan we het zo niet weer een beetje opzoeken van, corona komt misschien weer terug? Dat is puur mijn mening hoor, maar ik was er nogal verbaasd over. Ik dacht, ik wist dat dus nog helemaal niet. Dat zei mijn vader vanochtend, want dat heb ik dus niet helemaal goed meegekregen. Want ik zei ja, in een kroeg is toch ook 30 man? Nee, dat is dus niet zo. Ik dacht, oké, heftig. Laten we hopen dat alles goed gaat. Ik heb gisteravond gekeken naar de datepost. Het was wel jammer, want het kwam best wel laat. En normaal vind ik het juist lekker dat hij aansluit met Hart van Nederland. Dat vind ik altijd wel even fijn om te kijken. Dus dat heb ik daarna maar even gekeken. En ik had gekeken naar Beter Laat dan Nooit. Dat was ook wel weer leuk. Rex gekeken. En ik heb gekeken naar Gossip Girl natuurlijk uiteraard. Ik was met de foto's bezig. En toen gebeurde er iets waar ik heel erg van meldde. Mijn oplader stopte ermee van mijn MacBook. Dat shit. Dit ga je niet menen. Soms is die oplader kapot. Dan moet ik een nieuwe kopen. Die zijn
ook nog eens super duur. Maar ja, dat weet je als je spullen van Apple hebt. Die dingen zijn gewoon wat duurder. En je kunt geen universele oplader eraan doen. Althans, ik geloof niet dat die er zijn voor Apple. En ik zou het ook niet zo snel aandurven. Want dan zou ik toch liever kiezen voor een Apple. Dan ben je ineens wel wat meer geld kwijt. Maar dan weet je wel dat je goede kwaliteit hebt. Omdat ik gewoon weet dat Apple het beste draait op hun eigen materiaal. Ik moet wel zeggen, met de telefoon een snoertje koop ik weleens bij de Exynor. Die gebruik ik nu momenteel ook voor mijn telefoon. Maar ze gaan wat minder lang mee. En over het algemeen is het wel bekend dat Apple wel beter draait op hun eigen materialen. Maar die zijn gewoon super duur. Dus ja, ik dacht op een gegeven moment, ja, chips, weet je, dan moet ik een nieuwe oplader gaan kopen. Ga ik die hier krijgen? Mijn vader zou komen, die is natuurlijk vanochtend geweest. Maar ik denk, ja, als we dus hier geen oplader kunnen vinden, ik kan niet eventjes naar de stad verderop. Want mijn vader kwam niet met de auto, maar met de scooter. Ja, dat is gewoon net even, ja, het is wel haalbaar, maar daar ben je gewoon heel veel tijd voor kwijt. Dus ik dacht, chips. Toen was ik toch even gaan googelen en toen zag ik later van wat probleemoplossing. Toen dacht ik, laat ik hem eens in een ander stopcontact proberen. Toen ineens laadde die weer op, dus op hoop van zegen. En ik kon hem niet, ik kon ook geen oplader bestellen. Daar ben ik ook wel blij omdat ik het nu nog niet heb gedaan. Want morgen werd het niet geleverd, omdat het morgen hemelvaart is. En ik dacht, ja, ik heb hem gewoon dan ook gewoon gelijk vandaag weer nodig. Ik denk dat dat is geweest omdat ik altijd oplaad hier op de bak. Dan ligt hij op stof. Dan wordt hij heel warm. En een oplader wordt sowieso heel warm. Ik denk dat hij dan uit veiligheid is gestopt. Dat stond op internet. Maar ik was heel blij toen ik hem in een ander stopcontact deed dat hij het weer deed. Dus dat was wel weer even heel erg fijn. En ik zit hier met een knuffeltje. Hè? Ja, je was vanmiddag ook vanmorgen ook lekker aan het knuffelen, lieverd. Ik ga je nu geen kusje geven, want ik heb mijn lipstick net bijgewerkt. Ik heb wel weer heel erg vervelend geslapen en het was ook een beetje puur mijn eigen schuld. Ik had weer gisteravond een beetje last van mijn blaas. Ja, hoe ik er elke keer aan kom, ik weet het niet hoor. Maar ik dacht, nee, niet weer. Dus toen ben ik, en wat ik dan vaak doe is een kruik. Maak ik een kruik, daar doe ik heet water in. Die leg ik dan tussen mijn benen, want dat neemt het drukgevoel een beetje af wat je kan voelen als je blaasontsteking zou kunnen hebben. En daar ben ik mee naar bed gegaan en ja, dat moet ik gewoon niet doen, want ik zweet me eigenlijk kapot. Ook omdat dit dekbed overtrek niet heel erg prettig is. Ik daar heel erg in zweet en ik natuurlijk momenteel door de nachtmerries dus ook al heel erg zweet. Dus dat was niet erg fijn. Maar goed, dat ga ik niet meer doen. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Dan ga ik het naar de woonkamer doen, daarna even bullet journalen. Want ja, dat kan nu, want ik heb er vroeger al wat ik heb gehaald. Ik ga er eventjes bij zitten. Ik heb hier de kranten. Kunnen eruit. Ik heb er even twee colors gehaald van Robijn. Dit is Pink Sensation. Die heb ik nog nooit gehad. Maar ze hadden de andere die ik normaal heb niet. Zo de eerste keer dat ik dit koop bij de Aldi. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het ruikt. Dus ik ga het zo weer even ruiken. Dan had ik er dus twee van gehaald. Ik heb ook weer eventjes Chloor gehaald. Heb ik even meegenomen een keer bij de Aldi. Ik had mijne weer aangebroken en ik vind het altijd prettig dat er weer eentje staat. Dus die. Bij de Plus heb ik wc-eend gehaald. Die was in de aanbieding. En ik heb een keer de Dazzling Petals in de roze variant. Deze heeft volgens mij geen naam. Maar ik zag deze. Ik had deze nooit gezien. Ik dacht, oh, die wil ik hebben. Hij staat trouwens dat dit een heel goed duo is. Ook met de wc-eend reiniger. Nou, hier ook. Bij de kruidvat heb ik eventjes anti-klitspray gehaald. Mijn haar is gewoon heel klitterig. Zelfs met een conditioner, omdat ik momenteel niet zo fijn heb. Dus ik dacht even een anti-klitspray. Wat hebben we er verder nog in zitten? Weer even boter. Ik heb twee keer boter. Ik ga het vrijdag nog een keer eten, want het was nu 1 euro. Dat was een koopje. Heb ik voor maandag heb ik lekker snijboontjes gehaald. Ik heb altijd een flesje met 200 gram. Ik heb er even vlees ingeslagen, twee pakken. Ik heb Red Bull gekocht. Ik heb twee gewone. Die was nu ook een euro. Ik ben dol op Red Bull. En twee van de Tropical Edition. Die vind ik echt zo lekker. Dit is een tropische smaak. Heel lekker. Ook echt heel lekker van de zomer altijd. Nou, ik heb een pak vlees. Dan heb ik een ding met spekjes gehaald. Eventjes bij de Lidl. Eerder kocht ik het ook bij de Aldi, maar de Lidl heeft de prijs weer verlaagd. Ik heb even twee zakken met aardappelschijfjes gehaald. Ik heb frikandellen gehaald. Die gaan zo meteen gelijk de vriezer in, want Mickey
heeft nog wel eens een neiging om dat open te maken. Ik heb gehakt gehaald. Ik ga dus kijken of ik in mijn vriezer nog zwarmer heb. Mocht dat niet zo zijn, ga ik morgen pizza met gehakt maken. Want ik vind de zwarmer echt anders niet zo lekker. Nou, dit is dan nog zo'n wc-ding. Ik heb bij Lidl ook even weer de badkamer erin gehaald. Die vind ik heel fijn. Een zak apelschijven. Ik heb hier nog een zak friet. En ik kwam dit tegen bij Lidl. Dit zijn wc-taps. En bij de Action zijn ze goedkoper. Maar daar ben ik net geweest en daar heb ik ze hier meegenomen. En ik dacht, misschien is dat wel lekker. Want volgens mij ruikt die ook echt helemaal dit. Dus die ga ik ook maar eens uitproberen. En het laatste wat ik heb, dat is nog een ding met glasreiniger. Omdat dat best wel prettig is. En ik dat ook wel regelmatig gebruik. Ik ga even hier een beetje opruimen. Er staan wat dingen van de koffie en zo. Dat ga ik even allemaal opruimen. Dan ga ik eventjes de woonkamer doen. Dan ga ik jullie bijzetten na even bullet journalen. Dus dat is even de planning. Vlogcamera was leeg, de batterij. Jullie hebben niks gemist, want ik ben helemaal niet lekker geworden. Ik heb een paar keer boven de wc gehangen dat ik hoopte dat ik kon overgeven. Dat is niet gelukt. Ik heb met heel veel pijn en moeite mijn woonkamer afgekregen met schoonmaken. Maar ik voel me totaal niet fit. Dus ik ga nu ook nog even een uurtje liggen, want ik voel me gewoon echt niet lekker. Ik had geen koorts trouwens, heb ik opgemeten. Ik had 35,7, dus het is geen koorts, ook geen verhoging. Dus het was gewoon een drama. Ik heb nog wel even iets gebullet journaled, maar dat kostte me ook heel veel moeite. Ik heb wel telefoon gekregen, ze komen volgende week donderdag mijn wc maken. Dat is wel fijn, want die spoelt niet door en die bak die loopt heel traag vol. Dus daar komen ze volgende week voor, dus we zijn weer aan het werk. Dus dat is wel fijn. Dus ja, dat is gewoon even afwachten. Vanavond kijk ik Steenrijk, Straat Arm en Hartje in Actie en gewoon Rex en Gossip Girl. Ik ga proberen straks wat te eten, maar het zal niet heel veel worden omdat ik me gewoon echt niet lekker voel. En ik voelde er niks voor om mijn vinger in mijn keel te steken, daar ben ik niet van. Was misschien beter geweest, ik denk dat ik er misschien wel was van opgeknapt. Maar ik heb echt een paar keer boven de wc gehangen, maar het kwam gewoon niet op gang. Dus het werd hem gewoon niet. Ik ga u dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga echt even liggen, want ik voel me echt niet goed. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag, het is 21 mei. Het is hemelvaartsdag. Ik ben klaargemaakt. Vraag me niet hoe. Want ik voel me zo belabberd. Dan kun je je afvragen waarom ga je in de make-up. Maar het is gewoon meer dat ik het idee heb dat ik nog een beetje een mens ben. Maar ik heb last van mijn rug, van mijn nek. Ik voel me een opgeblazen kamerolifantje. Zo niet lekker voel ik mijn buik aan. Ik ben misselijk. Ik had echt in mijn hoofd, ik zei begin van de week, van, ja dat zit dan in de andere vorige week vlog, van nou, ik denk dat ik donderdag dan nog een video ga opnemen, de Action Shop vlog, maar mijn hoofd zegt nee, je gaat dit niet doen. Nou ja, mijn hoofd zou het willen, maar mijn lichaam wil het niet. Het liefst wil ik alleen maar zitten liggen, niks doen. Ik heb gewoon net zittend mijn haar te komen in de douche. Ik doe mijn haar altijd in de douche en dat heb ik gewoon zitten gedaan, want we staan ook niet vol. Ik had gisteravond wel het idee dat het iets beter ging, maar eigenlijk nu ik weer wakker ben voel ik me nog steeds niet top. Ik heb net even een vlogje gekeken en ja, veel gezeten, zwaar licht. Moet je niet op mijn hoofd zetten, want daar word ik helemaal gek van. Ik doe normaal altijd met mijn make-up doen de lampen bij mijn kaptafel aan. Nou, die heb ik uitgelaten, want dat kostte me te veel lichtval op mijn hoofd. Dat ging niet trekken. Ja, het liefst zou ik gewoon willen overgeven, maar dat lukt dus niet. Het gaat gewoon niet echt top.
Ik denk gewoon dat het dan gewoon een griepje is of zo. Maar ja, ik had geen verhoging. Nou heb ik dat niet zo heel snel. Ik heb meer eerder een lage temperatuur dan een hoge temperatuur. De 35,7 die gisteren aantikte, dat is voor mij een normale temperatuur. Ik denk dat de meeste mensen rond de 36 zitten. Maar ik zit altijd op de 35. Dus als ik 36 zou hebben, dan zou het bij mij verhoging zijn. Ik ga het zo nog wel een keer opmeten. Maar ja, ik denk niet dat het vandaag heel veel wordt. Ik kan wel even bullet journalen. Misschien iets van de was opvouwen, maar alles moet zittend, want ik kan niks staan. Ik moet wel stofzuigen, dat ga ik zittend doen. Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb gisteravond T-Rex bij het arm gekeken. Was wel weer even leuk. Hart in actie was mooi. Gossip Girl, Rex. Ik moet zeggen dat ik gisteravond wel goed gegeten heb. Ik heb ook mijn artikel online gezet. Ik heb de vlog verder wel ingepland. Maar ook laptopwerk kost me momenteel heel veel energie. En die bel ik een beetje. Want ik heb heel veel foto's te bewerken wat morgen online moet. Maar ja, ik weet niet. Ik hoop dat het me gaat lukken vanavond. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje de avond. Verder niet bijzonder. Maar ja, dat is nooit bij mij. Het is best wel warm. Het is, even kijken hoeveel graden het is hoor. 26 graden. Ik zit te denken om de ventilator naar beneden te halen. Die ook op de slaapkamer te gaan zetten met slapen. Want ik, ja, dit dekbed dat zweet zo. Ik heb momenteel even geen ander dekbed schoon die ik erop zou kunnen doen. Ja, er is er een schoon, maar die zweet nog erger. Dus dat gaan we maar niet doen. Tijgertje ligt hier te relaxen. Muisje zit hier voor me. Tijgertje heeft een beetje in de ogen zitten. Kom eens. Ik heb het. En Mickey die slaapt op de krabbouw. Maar zoals s'avonds wil ik de katten altijd graag knuffelen. En Muisje ging op mijn buik staan. Ik moest haar er gewoon echt afhalen. Want Muis die is dus iemand die niet echt op schoot gaat. Maar wel gewoon bij je nek gaat zitten en zo. Wat heel schattig is, maar ik trok het niet. Ik heb mijn sieraden ook niet om, geen kettingje. Mijn horloge zit er niet omheen vandaag. Ik had er geen zin in. Even makkelijk. Ik ga kijken of ik jullie vandaag ergens bij ga zetten. Verwacht niet echt heel veel spectaculaire dingen, want het zal niet veel worden. Zoals ik me voel. Nee. Ik weet niet waar ik de energie vandaan moet halen. Ik heb het zelfs gewoon een koude rilling. Heb ik het net over die ventilator en ik krijg een koude rilling. Ik ga even mijn temperatuur opmeten. Dan ga ik toch even stofzuigen. En mocht ik jullie toch ergens bij kunnen zetten, zal ik het zeker doen. Maar verwacht niet te veel spectaculaire dingen. Want het gaat niet veel worden vandaag. De staat van mijn temperatuur is 35,9. Dus hij is wel wat gestegen in vergelijking met gisteren. Het is toch bijna 36. Ja, in mijn geval zou ik echt denken een beetje verhoging dus. Zoals ik net al vertelde. Maar goed, dat is dus de schade. Het duurt trouwens ook wel heel erg lang voordat deze eindelijk aangeeft hoeveel je hebt. Ik zou met de tijd graag eens een oorthermometer willen, maar eigenlijk werkt het voor nu ook prima. Ik doe hem altijd trouwens onder mijn oksel. Ik denk als je hem onder je tong doet dat hij misschien nog wel hoger is, maar ik vind dat toch niet zo heel erg frisjes. Vooral omdat ik hem altijd onder de oksel heb gebruikt. Natuurlijk, ik maak hem wel schoon, maar het idee dat je hem daarna weer in je mond houdt, nee, voel ik niet heel veel voor. Ja, dat zal zo eens even in de groepsapp gooien, denk ik. Ja, weet je, niemand kan er wat aan doen. Het is iets waar ik al heel erg lang bang voor ben geweest. Aan de ene kant zeg ik altijd, ik heb geen tijd om ziek te worden. Maar dat is eigenlijk natuurlijk onzin, want ik heb tijd zat. Maar ik denk dat het gewoon een standaardzin is die iedereen roept. En aan de andere kant is het ook heel tegenstrijdig, want denk ik misschien als ik een keer een goede griep zou krijgen, dat ik het ook een keer goed kwijt ben. Dat alles gewoon een keer goed
Eruit is omdat ik natuurlijk al een tijdje kwakkel met gezondheid. En dat is gewoon puur dat ik me dus niet, dat ik me wel vaker niet lekker voel, maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen van het mooie weer aan het genieten is. Veel mensen in ieder geval. Volgens mij gingen er ook veel mensen barbecuen, wat ik zo in de winkel hoorde. Nathalie en Frankje gaan ook barbecuen met z'n tweetjes. En ik ga eens eventjes moeite doen om de stofzuiger door dit huis te ontsjoeren. Hey, kan je nog praten? Je hebt een beetje een vieze oogje. En dan gaat het nog halen. En daar is een grote muis. Nee? Kijk, 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 kijk. Oh, nu heeft het weer weg. Daar steekt je ook weer de poot uit. Dat ik dus altijd, heb ik pas ook al verteld. Maar het is echt niet lief. Ze wil alle aandacht. En aan de ene kant doet het ook nog wel op een schattige manier. Nee, eigenlijk. Ben je een dom tijger? Ben je poot aan het... Doe je pootje maar terug. Zie je je pootje liggen? Doe je pootjes in? Je hoeft niet muis met de poot aan te raken. Muis mag hier gewoon zitten. Ook heel schattig. Want dit pootje bij tijger heeft heel veel wit. Mag het aanraken? Mag ik je andere pootje even? Kijk, en dit vind ze ook niet leuk hoor, als ik die aanraak. Kijk, deze. Een kantje. Deze, die heeft heel klein wit. Hé, liggen. Nou, we gaan maar relaxen dan. Nee? Goed, we gaan eens even de stofzuiger er doorheen trekken. Zo, ondanks alles toch nog even lekker wat gedaan. Toch een beetje was opgevouwen en toch boven neergelegd. Toch even lekker gebulletjournald. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook even de rust gepakt. Ben even lekker een spelletje gaan spelen. Heb mijn tijgertje geknuffeld. Dus dat was wel heel schattig. En ik heb echt een schattige Pikachu gevangen. Ja, ik ben nog steeds in Pokémon Go. En helemaal toen corona kwam, hebben ze de stops wat verrijkt. Ik heb nu het geluk dat ik een pokestop heb in mijn, waar dicht bij mijn huis, waar ik dus niet voor hoef te lopen. Maar ik wilde wel even die Pokémon laten zien, want ik vind hem zo schattig. Zitten er nu trouwens hier heel veel. Misschien denk je ook wel van waarom doe je dit nog steeds hoor, maar ja, die hype is natuurlijk alweer een tijdje geleden klaar. Maar ik ga hem even opzoeken. Ik heb best wel wat nieuwe gevangen. Trouwens, dit is echt dom, want ik heb er een screenshot van. Wow. Kijk deze. Oh, dat kunnen jullie niet zien. Dat is een beetje dom. Ik zal het screenshot even opzoeken. Want daar was ik. Kijk, Pikachu met een masker. Hoe schattig is Pikachu? Ik vind hem echt leuk. Hij zat hier volgende week al. Toen kon ik hem niet vangen. Toen was hij ineens weg. En toen gisteravond toen lag ik in bed. En toen had ik hem ineens. Ik was trouwens nog een beetje verbaasd. Dat was een verhaal dat ik gisteravond las.
De meeste pretparken zijn natuurlijk ook weer aan het open gaan. En die hebben natuurlijk ook heel erg nagedacht van hoe gaan we dit kunnen aanpakken zodat we het veilig kunnen houden. En dat is natuurlijk heel goed dat er over nagedacht wordt. Nou is er één pretpark, ja ik zal de naam niet noemen, vind ik niet zo netjes. Maar het enige wat ik kan noemen is dat het vooral op kinderen gericht is. Misschien gaat er wel een lichtje bij je branden of misschien heb je het verhaal zelf ook wel gelezen. Dat pretpark dat gaat nu eerst open voor abonnementshouders. Nou, dat lijkt me op zich wel meer dan logisch. Want ik denk dat heel veel mensen nu best wel balen dat ze een abonnement hebben aangeschaft. Omdat je er dit jaar gewoon waarschijnlijk een stuk minder gebruik van zult maken. En er waren ook al vragen of ze dat abonnement niet konden overzetten in een abonnement voor volgend jaar. Omdat je er eigenlijk nu je geld niet gaat uithalen. Nou, er kwamen verder nog geen reacties op. Ik moet even mijn neus snuiten. Ik ben zo terug. Ze hebben dus nu besloten dat dit pretpark in etappes ook open gaat. Dus eerst de abonnementshouders. En ik geloof dan vanaf begin ergens in juni mogen ook de andere mensen komen. Wat ik wel al bij heel veel dingen lees. Dat je dan op internet kaartjes moet reserveren. Zodat ze ook precies weten van hoeveel mensen komen er. Want er mogen natuurlijk maar een beperkt aantal naar binnen. Nou ja. Dat pretpark heeft ervoor gekozen om in twee dagdelen open te gaan. 'S Ochtends is dat vanaf 8 uur tot en met 12:30 's middags. Dus eigenlijk halve dagen. Dan is er een uurtje even niks. Dan kunnen ze het park weer een beetje veilig proef maken en de schoonmaakdingen uitvoeren. Wordt best wel krap in een uurtje. Want het is op zich, ja, het is niet super groot park. Maar het is best wel een... Ja, het is toch best wel een oppervlakte. Ik weet het zelf omdat ik vroeger, toen ik klein was en Nathalie ook, bij Kind aan Huis waren bij dit park. Daar zijn we echt heel veel geweest. Dat was ook altijd super leuk. Maar dan gaan ze dus om 13:30 weer open tot sluitingstijd. Nou, ik denk dat de sluitingstijd op 5-6 uur ligt. Maar het bijzondere vond ik dat je wel het volle pond moet betalen. Dus stel je voor, jij gaat met 3 mensen naar dat pretpark toe. Ben je wel €75 kwijt voor een half dagje pretpark. Dat zijn natuurlijk best wel bizarre bedragen. Eigenlijk snap ik niet dat dan de toegangsprijzen niet gehalveerd zijn. Aan de ene kant snap ik het ook weer wel, omdat ze waarschijnlijk al heel veel geld zijn misgelopen. Omdat ze nu sowieso al een dikke maand later open gaan dan wat ze normaal doen. Maar goed, de abonnementhouders, daar hebben ze hun geld natuurlijk al lang van binnen. Want zo'n abonnement moet je direct afrekenen. Nou, volgens mij zijn die ook hartstikke duur. Maar het beroerde is wel vaak, als je een abonnementhouder bent van een pretpark, mag je ook andere parken bezoeken. En sommige abonnementen zitten ook pretparken bijvoorbeeld bij in Duitsland. Nou ja, ik denk niet dat dat haalbaar zal zijn. Dat zullen ze niet nu gaan doen. Om daar ook toeristen gaan toe te laten van andere landen. Dus ik ga dan er toch vanuit dat ze dat ook alleen voor de Duitse mensen zullen doen. Ik schrok daar nog wel van dat je dan toch het volle pond vraagt. Ik geloof wel dat ze er een gratis pannenkoek bij kregen. Maar ja, ik vond het best wel bizar. En waarvan ik ook al heel veel reacties las van mensen. Van nou, dat ga ik gewoon niet doen. Want in de eerste jaar om 8:00 's ochtends is dat eigenlijk geen tijd natuurlijk met kinderen. En mensen zeggen ook gewoon, ja, een half dagje pretpark is gewoon kort. Want een hele dag, daar heb je soms al tijd te kort aan. Laat staan een half dagje. Dus ik snapte het ook wel dat mensen daar zo op reageerden. Ik had wel echt zoiets van, ik vind dit toch wel heel bijzonder. En ja, dat je dan toch het volle pond durft te vragen voor een half dagje. Nou, ik vind dat best wel tricky. Best wel gewaagd. En ik zei het gisteren ook zo in de groepsapp. En Nathalie zei ook wel van, nou, vind ik eigenlijk niet zo netjes. Goed, ik weet natuurlijk niet hoe slecht die branches het nu hebben omtrent pretparken en zo. Natuurlijk, ze zullen ook in kosten hebben moeten maken. Maar goed, in feite zijn ze nu natuurlijk 1 maandje minder binnengelopen.
eigenlijk heb je het hele jaar door, moet je natuurlijk gewoon geld betalen. En de winterperiodes zijn de meeste pretparken dicht. De Efteling is natuurlijk wel open, omdat die echt winter Efteling hebben. Die kunnen dat ook aanbieden, maar de meeste pretparken, het is nog oktober wel voor het laatst, gaan ze dicht. Ik vond dat best wel bizar. Ik ga nu ook nog even lekker proberen een uurtje te liggen. Ik heb wel uitgehaald voor de pizza eten. Dus ik ga wel een pizza proberen te maken. En ik hoop dat ik morgen weer wat meer opgeknapt ben. Want morgen heb ik ook weer therapie sessie vanuit huis. Dus ik hoop wel dat ik een beetje ben opgeknapt dan. Vanavond kijk ik Gestalkt. En GTST en Meester Frank Visser, hoe is het nu met? Ik heb Gossip Girl en De Laatste Moord. En zoals ik eerder al vertelde, ik moet even aan de gang met die foto's. Dus ik hoop dat ik fit genoeg ben om het allemaal af te krijgen. Ik moet wel zeggen dat het me wel iets beter heeft gedaan door niet continu nu in de weer te zijn. En toch klusjes die ik wilde doen, want er zijn zat klusjes te doen hier. Toch verstandig te zijn geweest om dit niet te doen, zodat ik toch even mijn rust wat meer kon pakken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik denk ook niet dat er morgen heel veel gevlogd gaat worden. Maar dat is omdat ik om 1/2 uur therapie heb. En ja, misschien dat ik daarvoor nog wat kan doen. Maar dan moet ik even kijken. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker liggen. En ik zie je gewoon morgen weer. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 22 mei. Ik ben klaargemaakt. Het kostte me een heleboel moeite. Maar ik had wat nieuwe make-up producten die getest moeten worden. Want anders kunnen de reviews niet online. Ik heb onder andere een oogschaduwpalet getest. Deze komt uit de Mickey & Daisy collectie. Mickey zeg ik, het is Mini. Dit is het paletten van Mini. En ik heb van de week die van Daisy getest. Ik kan even kijken of ik de ooglook erbij kan pakken. Want ik maak natuurlijk van alles foto's. Voor jullie even. Dit is Mini. Wow, dit gaat echt niet lekker. Dit is die van vandaag. En zo ziet het er dan uit met een eyelinertje erop. En die van Daisy. Deze was van woensdag. Gisteren. Dit is Daisy. En ook met een eyelinertje. Ik moet zeggen dat ik die van Mini honden boven wonder heel goed kon pakken. Die van Daisy had wat meer moeite. Ik had het idee dat die oogschaduw wat droog was. Had ik bij die van Mini dan weer niet. Dat pakte heel makkelijk op mijn ogen. Maar die van Daisy had er een beetje moeite mee. Ja, ik heb net lipgloss op gehad om te testen. Maar er zat menthol in. En dat is niet mijn ding. En ik ben sowieso de laatste tijd niet heel erg lipglossachtig. Het zijn echt fases in mijn leven. Ik ben momenteel echt heel erg dol op de liquid lipsticks en dat soort dingen. En hij heeft een beetje moeite met scherpstellen. Hallo? Daar ben ik weer. Dus ja, ik heb het toch gewoon erop gedaan. Maar dan vind ik het ook heerlijk dat ik zondag weer eventjes make-uploos kan zijn. Ik heb wel paarse lipstick op, omdat ik paarse nagellak op heb. Het matcht voor gemeten, zie ik wel. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Maar de nagellak die moet er al wel weer af. Want kijk, hij heeft hier chips. Mijn duim is gechipt. Maar goed, dat doe ik vanavond of morgen gewoon even. Ja, vandaag op de planning. Ik moet straks video bellen. Dat is over 3 kwartier. Dus ik zal weinig vloggen vandaag. Ik ga even stofzuigen. Ik probeer even de groenten af te halen. En dan heb ik straks video bellen. Kan ik helaas niet meer journalen vandaag. Maar dat kan morgen wel weer. Ik heb gisteravond pizza gemaakt. En ja, het is altijd een beetje gekkig. Ik hou dus niet van gekochte pizza's uit de winkel. En een pizza bestellen bij een pizzaboer maak je me ook helemaal niet blij mee. Omdat er altijd dingen op zitten die ik niet lekker vind. Ik hou al niet van kaas. Ik hou niet van dat tomatenspul op een pizza zit. Ik hou überhaupt niet van tomaat. Nou ja, alles wat eigenlijk op een standaard pizza zit die je koopt of ophaalt, lust ik niet. Dus ik maak mijn pizza's altijd zelf en ik doe dit door altijd, ik koop dan van die bodems. Het is heel simpel wat erop gaat bij mij. Ik doe daar wat boter op. Daar gooi ik wat paprika poeder overheen voor wat smaak op de bodem. Dat smeer ik uit. Dan bak ik intussen shawarma en champignons. En dan leg ik de
pizzabodem leg ik in mijn airfryer. En dan beleg ik hem zeg maar met de shawarma en de champignons. Alleen het nadeel is dat het in de airfryer wel onwijs gaat ruiken. Want die shawarma neemt een heel intense geur af. En ik heb nog steeds eigenlijk niet echt een hele goede oplossing gevonden om je airfryer, zo, dit moeilijk woord, te reinigen. Ik was hem elke dag gewoon netjes af naar gebruik. Maar je ziet wel gewoon dat hij goed aankookt. En dat heeft iedereen hoor bij een airfryer. Maar die geur die blijft altijd heel erg hangen. Zoals nu in de keuken, als ik daar kom, ruik ik die pizza geur. En dat maakt me nu onwijs misselijk. Het is ook gewoon zo dat ik altijd te veel vulling heb eigenlijk. Dus je houdt altijd wat vulling over. Ja, wat ik ook niet bewaar. Ik gooi het wel weg. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik hou niet van opgewarmd eten. Dus ik zou het niet weer gaan invriezen en het dan nog weer eens gaan gebruiken. Dus het gaat wel weg. Zo, ik heb last van mijn keel, joh. Maar goed, die geur die is dus heel intens. Maar het smaakt op zich wel. Gisteravond heb ik ook nog gekeken, trouwens, heb ik ook nog gekeken, wil ik zeggen, ik ga van de hak op de tak. Ik merk dat praten momenteel heel moeilijk voor me is om de juiste zinnen te maken, omdat ik me niet zo top voel. En gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. Ik denk dat het ook de laatste aflevering was. Dit was eigenlijk een soort van, hij ging terug naar 3 mensen die gestalkt zijn om te kijken van, hoe is het dan nu? Je kreeg even een stukje te zien wat er allemaal afgespeeld had. Ik kende eigenlijk de zaken ook nog wel. En eigenlijk was het bij iedereen nu rustig. Maar er waren toch na de stalking dat gestalkt was ingeschakeld met het programma toch doorgegaan. Uiteindelijk is dat nu allemaal gestopt. Dus dat was natuurlijk fijn voor die mensen. Meester Frank Visser, hoe is het nu met, was ook de laatste. Ging Victor weer even terug naar 2 zaken die ik me ergens ook nog wel herinner. Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Je had helaas ook geen tv-kantine meer. Dus ik heb vanavond ook echt niks wat ik kan terugkijken. Want je had nu weer Chantal komt werken. Nou, dat vind ik om zo'n seizoen op tv te kijken, vind ik dat prima. Maar in de herhaling trekt het me dan weer niet. Dat is hetzelfde dus met Dance, Dance, Dance. Ik vind het leuk om te kijken. Ik zit er soms... Ik vind het ellende lang duren. Maar dan... Ja, vind ik leuk om 1 keer te zien, maar ik hoef het dus niet in herhaling te zien. En ik heb Gossip Girl gekeken en de ene laatste aflevering van Morten. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Dan moet ik ook weer even op zoek naar een ander serietje. Dus dat was verder mijn avond. Ik heb wel wat foto's bewerkt. Ik ben niet helemaal tevreden. Dus misschien dat ik er een paar even opnieuw ga doen. Iets donkerder moet maken. Maar goed, omdat er vanavond dus weinig op tv is, kan ik dat mooi doen. Ik moet vanavond ook de video in elkaar zetten. Ben ik wel super blij dat ik die begin van de week al heb opgenomen toen ik me nog fit voelde. En dus niet bedacht, oh dat kan ik dat ik dat gisteren nog moest doen. Want dat was hem dus niet geworden. Ik heb er weer voor gekozen om geen kettingje of horloge om te doen. Ik wil het allemaal even basic houden gewoon deze dagen. Ik heb ook voor het eerst de ventilator weer aan. Misschien hoor je het op de achtergrond. Maar ik vind het huis echt enorm warm. Het is vandaag wel iets minder, het weer. Zoals even kijken hoor, waar de temperatuur op staat. Het was gisteren natuurlijk onwijs warm. Vandaag is de temperatuur 25 graden, maar het is wel bewolkt. Dus het is nog steeds wel warm. Morgen wordt het 19 graden en zondag zouden we regen krijgen. I hope so. Laat het regenen. Je merkt ook gewoon buiten dat het gewoon wel warm is, maar het is inderdaad wel wat bewolkter. Maar ik heb dus ook met de ventilator aangeslapen. Dat heeft me goed gedaan. Ik heb wel gedroomd, maar ik vond het echt fijn om die op me te hebben. Omdat ik het zo warm heb onder dat ellendige dekbedvertrek. Ik ga nu even proberen stof te zuigen. Dan ga ik even de groenten alles klaarmaken voor het avondeten. En dan ga ik video bellen. Zoals ik al zei, ik zal jullie dus vandaag nergens bijzetten. Omdat ik gewoon dat er nu even tussendoor komt. Normaal heb ik altijd om 3 uur al video bellen. Dan kan ik daarna nog even bullet journalen. Maar nu is het om 4 of half 4. Ben ik om 4:15 klaar. Dan moeten daarna de katten eten. En dan wil ik ook gewoon nog eventjes op de bank duiken. Dus dan ga ik gewoon verder weinig doen. Maar ja, morgen weer meer te doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga eventjes wat dingen proberen te doen. En dan... zie ik jullie later. Zo, ik heb even de groenten afgehaald.
En dat was gelijk het volle energie wat ik had. Dus ik ga nu nog eventjes relaxen tot het tijd is om de video bellen. Ik ga het dit keer op de bank doen. Ik trek het niet om aan tafel te gaan zitten. Dus, maar ja goed, met de laptop kan dat ook gewoon. Dat is weer fijn dat je overal kan gaan zitten waar je wilt. Ik ga nog even een spelletje doen. Ik ben weer helemaal into Sims Freeplay. Dat heb ik weer ontdekt. Dat speelde ik al even. En dat ben ik weer een beetje aan het doen. Naast mijn andere spelletjes. Maar, hoe kan je toch zo moe worden van een beetje groente afhalen? Het is toch niet normaal eigenlijk. Maar goed, ik ga gewoon nu nog eventjes lekker relaxen. En dan zorg ik er straks maar voor dat ik op tijd klaar zit. En dan, kan ik dat even doen. En dan stuur je er wel weer om. Ik ben echt misselijk, maar ik kan gewoon niet overgeven. Lijkt me zo fijn. Nou, dat roep ik al dagen. Maar goed, ik ga dat nog even doen. En dan moet ik met een kwartiertje moet ik ook video bellen. Dus ik heb net ook even wat cola op. Vaak doet me dat ook wel goed. Dus dat heb ik ook maar even gedaan. En dan ga ik nu maar even even relaxen voordat we verder gaan met het video bellen. Ik zal eerst even de wasknijpers hiervan afhalen. Want ik zet de kleden altijd vast met wasknijpers. Maar dat zit niet lekker als je op de bank hangt. En dat is momenteel de plek waar ik het meeste te vinden ben, dus. Zo, inmiddels heb ik mijn videobelgesprek gehad. Ging goed. Ik heb het gewoon vanaf de bank gedaan. Dat ging ook dit keer ook prima. Zodra ik me volgende week gewoon beter voel, ga ik weer aan tafel zitten, sorry. Maar het ging eigenlijk goed. Het fijne is aan dit soort boekjes is dat niks goed of fout is. Ik doe een boekje over autisme en zag gewoon sommige dingen passen bij, sommige dingen niet. Ik heb nu een voorbeeldje, dat was een voorbeeldje, dat ging iets over een trein en een rails. Dat vergeleken ze met autisme. Ik kon me in dat voorbeeldje niet vinden. Maar ik heb gezegd, misschien kan ik iets verzinnen welke ik wel passender vind. En dan was zij wel heel benieuwd naar. Dus ik ga erover nadenken. Wie weet dat ik die volgende week kan aandragen. Want ik heb dat wel vaker gehad. Ook met een ander boekje. Ik ben iemand die best wel veel feedback geeft. En hun vonden dat alleen maar leuk hoor. Hun vonden dat totaal niet vervelend of zo. Hun vonden het wel grappig dat ik het dan op een andere manier zie. En dit boekje is natuurlijk al best wel verouderd. Heb ik vorige keer verteld. Het is van 2013. Dus het is allemaal iets anders. Maar het was in ieder geval positief. Ik heb net een katje eten gegeven. Ja, zoals ik al zei, niks gevlogd dus vandaag. Maar dat gaan we morgen gewoon weer oppakken. Omdat we, en natuurlijk nog niet helemaal fit. En dit moest gewoon even. Je bent toch vaak een uurtje verder. Het was nu 4:50 toen we stopten. Dus, nou ja, het was allemaal gewoon positief. Dus niks op aan te merken. Toch wel blij dat we het hebben gedaan. Ondanks dat ik me niet helemaal goed voelde. Ik ga straks lekker douchen. Lekker met mijn trekkelmoen. Ik heb zin om een lange warme douche te nemen. Waarschijnlijk als het eronder staat, dan heb ik op een gegeven moment begeven mijn benen net. En dan ga ik er gewoon weer onderuit. Dit soort momenten mis ik zo omdat. Maar ja, helaas. Vanavond heb je eigenlijk niet zo heel veel op tv. Dus ik ga wel eens even verder met die foto's. Om te kijken van wat wil ik er nog aan gaan veranderen. Omdat ik niet helemaal tevreden ben. Ik ga dan ga ik mijn blogpost van schrijven. Ik ga natuurlijk mijn video in elkaar zetten. En vanavond kijk ik weer Gossip Girl en de laatste Morten. En ik kijk weer de Kijkbuis Kids. Mag ik jullie even het resultaat laten zien van deze mooie aantal weer van de abonnees die erbij zijn gekomen. Superleuk. Ik ga nu gewoon nog even wat drinken. En dan ga ik nog even lekker een uurtje liggen. Want ik merk gewoon dat slapen me heel goed doet. Ik ben ook moe. Dus dat ga ik gewoon even doen. En vanavond een rustig avondje. Het is lekker aan het regenen. Vind ik ook heerlijk. Ik ga jullie gewoon morgen weer zien. En ik ga morgen weer proberen wat meer te vloggen. Omdat het vandaag niet mogelijk was. Maar morgen gaan we er hopelijk weer met frisse moed tegenaan. Voel ik me misschien hopelijk weer helemaal goed. Dus daar gaan we voor. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 23 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me 100 boven 100 vandaag een stuk beter als de afgelopen dagen. Was heel fijn. Ik heb het alleen onwijs warm. Dit huis is ook gewoon super warm.
Dus ik had alweer kledingstress. Het is 23 graden hier. Ik heb nu voor het eerst mijn t-shirt aan. Links, rechts, ja. Ik had een shirtje aan en dat was te warm. Toen had ik een ander t-shirtje aan. Zweet ook heel erg. Toen dacht ik, oké, ik ga nu gewoon het eerste t-shirt pakken wat ik in mijn kast heb gekomen. En dat was dit. Ja, maakt het uit. Gisteravond heb ik Thank You for the Music maar gekeken. Althans, ik heb het opgezet. Ik heb het wel een beetje gevolgd, maar ik heb ondertussen al de video heb ik in elkaar gezet. En ben ik verder gegaan met de vlogdingen. Blogdingen. Dat praten, dat gaat nog niet soepel. Want ik had een heel groot artikel wat online moest. En ik dacht, ja, weet je, dit is ook een herhaling. En ik kan ondertussen hier gewoon wel wat doen. Alleen het probleem is dat ik nu sinds een paar dagen weer aan het simmen ben. En dat ook best wel weer verslavend is. Bij Sims Freeplay heb ik nu een paar mensen die hebben bijvoorbeeld op werkbasis. Ik heb toch een paar die zitten in een politiekantoor, werken ze. Ik heb het ziekenhuis en ik heb iets met filmmakerij. Maar ik wil dus nu zoveel mogelijk, je moet mensen helpen. En daar krijg je dus tekentjes voor. Bij het politiebureau zijn dat handboeien, vingerafdrukken, zaklampjes. Nou, dat soort dingen moet je verzamelen. En dan kun je weer andere dingen dus ontgrendelen. Ik kan het misschien wel even kort laten zien. Want dit is heel erg lastig uitgelegd. En ik heb een paar missies lopen. Ik moet zeggen, het is zo'n tijd geleden dat ik dit gespeeld heb. Ik ga hem even omdraaien voor jullie. Ik ben nog steeds wel een beetje snotterig hoor. Maar dat komt ook omdat ik nu de ventilator 's nachts op mijn hoofd zet met slapen. Omdat dat gewoon even beter is. Kijk, deze mensen zijn allemaal aan het werk. Ja, dit was een simrace. Maar dat vond ik ook eigenlijk helemaal niet leuk. Want dat kon ik niet. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld... Oh ja, nee, ik wil even naar niemand toe. Ik heb heel wat mensen ook al wonen hier. Nee, ik wil niet nog een race. Kom ik niet onderuit. Ik heb hier bijvoorbeeld, hier zie je een rood rondje omheen staan. Maar dit zit eigenlijk vol. Ik wil het nu niet verzamelen, want ik kan er maar 21 van de 40. Dus dat betekent dat ik iets moet gaan verbeteren. Dus dan ga ik dit doen en dan kan ik hem nog niet pakken. Maar dit soort dingen kun je dan dus doen. En ik kan dat bijvoorbeeld ook bij deze eventjes doen. Die gaat helaas niet meer, zoals ik zie. Deze kan ik wel verbeteren. Maar dan ben ik er nog niet. Nou ja, dit soort dingen ben ik dus nu een beetje aan het doen. En heyday spelen en dat soort dingen. Naar Thank You for the Music heb ik gekeken naar de Kijkbuiskids. Dat was wel heel erg grappig, want ze keken naar Urk. En dat is een Real Life. Ja, Real Life is ook zo'n programma geweest op SBS6. Ik heb het nooit gevolgd hoor. Maar daar zat dus een tweeling in. En die wilde heel graag afvallen. En gewoon het commentaar wat die kinderen gaven. Want toen gingen ze nog even één avondje helemaal los met drank. En nou, daar val je ook lekker vanaf van die drank. Weet je, dat soort opmerkingen. Dat was gewoon heel grappig. Ik heb Gossip Girl gekeken. En helaas de laatste Morten. Open einde. Verschrikkelijk. Echt niet leuk. Ik had natuurlijk een tijdje geleden al verteld dat het een beetje op de politiek gericht was. En op een gegeven moment was het zo dat Morten die kreeg ook een assistente. En nou ja, ik weet niet hoe dat zit met die acteur. Maar hij speelt altijd rollen dat hij vreemd gaat. En dat was ook deze keer. En toen heeft zijn vrouw, die heeft dus die vrouw doodgereden. En uiteindelijk was het einde dus dat er een aanslag werd gepleegd. Maar je weet dus niet of mensen die aanslag hebben overleefd. Ik weet ook niet of er nog een ander seizoen van komt. Ik heb zelf het idee dat dit een eenmalig seizoen is. Maar het is een open einde en daar hou ik gewoon niet zo heel erg van. Dus dat vind ik altijd wel jammer. Vandaag op de planning de kwasten wassen. Is wel even lekker. Ik dacht gisteren zat ik ook echt te bedenken. Hoe ga ik dit nou morgen doen, die kwasten wassen? Maar nu kan ik het gewoon staan doen. Omdat ik me nu gewoon beter voel. Want ik voel me gisteren gewoon totaal nog niet zo goed. Dus dat ga ik doen. En daarna ga ik lekker bullet journalen. Dus niet spannend of zo. Maar ik heb wel wat dingen waar ik jullie dus bij kan zetten. Ik ga zo even de stofzuiger erdoorheen trekken. Medicijnen hier even opruimen. Want ik heb alles nog liggen. Dus
Dat is het ook wel. Verder niet heel bijzonder. Dus dat ga ik zo maar even doen. En ik zet jullie erbij waar het lukt. Zo, de camera was leeg, dus ik heb niet heel veel kunnen vloggen van het bullet journalen, maar het was ook niet heel interessant. Ik heb gewoon wat dingetjes gedaan en het was wel even lekker om bezig te zijn, maar het was niet heel spectaculair. Ik heb wel een droge huid. Ik merk ook de huid tussen mijn tenen is heel droog. Ik ga zo nog wel even lekker op de bank. Ik merk dat ik dat toch wel even nodig heb, ondanks dat ik me nu wel beter voel, maar... Ook gewoon in combinatie met die nachtmerries vind ik het toch wel lekker om even op de bank te gaan. Ik ga die nagellak eraf halen straks, want het ziet er niet meer uit. Mijn teennagels doe ik vanavond al. Vanavond heb je eigenlijk niet zo heel veel op televisie wat mij aanspreekt. Dus ik denk dat ik de film Fuck de Liefde ga kijken. En ik moet nog op zoek naar een andere serie. Omdat ik geen moordje meer heb. Dus ik moet even kijken of er nog iets leuks is. Waarvan ik denk dat vind ik leuk om te kijken. Ik kijk sowieso Gossip Girl. Ik probeer nog even Flikker Rotterdam ook nog te kijken. Misschien nog wat voor de vlog doen, maar nee, het wordt eigenlijk gewoon een basic avondje. Straks douchen, even eten en dan ja, lekker de bank op. Kasten zijn lekker schoon, geeft wel een fijn gevoel. Dus ja, alle klusjes die ik wilde doen, die zijn in ieder geval wel gebeurd. Katten hebben ook net gegeten. Dus ja, op zich is het allemaal dikke prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want er wordt nu toch niks, het wordt nu toch niks meer. Dus nee, het... Ik ga even mijn dingen doen. Van drinken. En dan ga ik toch even de bank op. Ik denk vanavond ga ik even wat spelletjes doen. Dus ik zou bij deze zeggen. Ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 24 mei. Ik zit op de bank. En mijn haar ziet er niet uit. Maar dat komt. Mijn stiekje is geknapt. Die zag ik gisteren ineens geknapt liggen. Dat was minder prettig. Want dat is wel een van mijn favorieten. Ja, daar baalde ik dus een beetje van. Ik moet even een ander opzoeken, maar ik heb nu gewoon een los stiekje in met een soort van knotje. Omdat het gewoon kan. Ik moet even dit beantwoorden. Ik voel me vandaag iets minder als gisteren. Omdat ik, toch weer minder lekker heb geslapen. Mijn kussen is ook niet zo fijn. Dus ik wil eigenlijk even op zoek naar een ander hoofdkussen. Want ik heb er nu eentje van Walra. Daar heb ik wel al jaren plezier van gehad. Maar hij is te plat. Ik kan hem elke keer opschudden. En ik kan dus niet slapen met twee kussens op elkaar. Maar hij is nu zo plat als een dubbeltje. Dat is gewoon niet lekker. Ik vind het lekker als een kussen veel volume heeft. Waardoor ik dus nu ook wat meer last van mijn nek krijg. Dus dat vind ik gewoon minder prettig. Ik wil even gaan kijken naar een andere. Maar mijn moeder en Nathalie zeiden ook al, je moet eigenlijk wel een kussen kunnen testen. Ja, en dan kom je denk ik toch al gauw bij een IKEA uit. Al denk ik zelfs dat ze dat nu ook niet hebben liggen. Dat je niet kunt voelen in verband met corona misschien. Maar moet ik even naar kijken. Want ja, om zomaar iets te bestellen, dat vind ik dan ook weer een beetje een ding. Want dan denk ik van ja, chips weet je wel. Zometeen dan is het niks. En ik denk niet dat je zoiets kunt terugsturen. Ik was ook gewoon zelfs een beetje bang op een gegeven moment. Ja, het is een beetje dom dat ik me dus weer niet lekker voelde. Ging ik zo'n online testje doen van heb je corona? En dan kwam eruit mogelijk heb je corona. Maar eigenlijk de echte symptomen heb ik niet. Ja, een paar symptomen die erop lijken. Maar dat lijkt ook op
puur op gewoon een normaal griepje. Dus ja, nou, het is ook wel. Je gaat zitten jullie dingen aan te praten. Je hebt geen corona. En nou ja, ik word dan een beetje onzeker. Dat vind ik lastig. Maar goed, we gaan vandaag gewoon weer door. Ik heb gisteravond de film Fuck de Liefde gekeken. Het was wel echt een hele leuke film. Ik ben normaal niet echt een filmkijker. Ik kijk af en toe wel eens een film, maar vaak duurt het me te lang. Maar ik had nu zoiets van, oh, ik vind het wel even leuk om te kijken, omdat er eigenlijk niets op tv was. Dus ja, ik dacht ik ga het gewoon kijken. Ik heb ook nog even Flikker Rotterdam gekeken. En gisteravond heb ik gekeken. Of gisteravond, het was gisteravond. Ik heb ook nog gekeken natuurlijk naar Gossip Girl. Ik moet zeggen, in het begin vond ik Chuck Bass niet zo'n heel erg leuk karakter hebben in de eerste aflevering. Ik dacht echt, oh jij bent zo'n gemeenerd. Maar hij heeft inmiddels wel dingen meegemaakt. Ik vind hem wel steeds sympathieker worden. Alleen hij heeft echt een hele gemene oom. En dan had zijn moeder dus weer gevonden, waarvan hij dacht dat hij dood was. En die heeft dus samengespannen met die oom. En hij had dus een hotel. En die hebben ze nu van hem afgepakt. Vond ik echt gewoon zielig. Vond ik gewoon echt sneu. Ik vond het gewoon echt gemeen. Vond ik echt niet leuk. Dus ik hoop eigenlijk wel dat hij het hotel nog weer terugkrijgt. Ik heb er wel goede moed in, want alles krijgen ze daar voor elkaar. En ik ben begonnen met Klem. Ik had natuurlijk vrijdagavond de laatste aflevering van Morten. En het verbaast me toch wel hoeveel goede Nederlandse series we eigenlijk hebben in Nederland. Want ik ben met heel veel series wel bekend, maar sommige ook niet. En ik zag dit staan en ik dacht, goh, het lijkt me best interessant. Ik ben nog niet heel ver, want ik heb nu een eerste deel gezien. Maar dit komt, dit is 3:45 aan één stuk door. Dus ik kijk het gewoon in delen. Maar ik vond dit zo om te zien was wel bijzonder. Ik zag, het begon eigenlijk met een man die uit de gevangenis kwam. Die had 8 jaar gezeten. Zijn dochter die is geboren in de tijd dat hij vast zat. Dus ze hebben elkaar alleen maar met verlofdagen gezien. Ze hadden tegen dat meisje gezegd dat die vader op een zakenreis was en veel in het buitenland werkte. Maar ja, hij zat in feite dus gewoon vast. Maar ja, dat kon je dat meisje niet vertellen. Omdat het meisje 8 is. Misschien 9 inmiddels. Maar nu hebben ze dat meisje wel verteld. Alleen toen werd er dus iemand vermoord. Waar hij dus vroeger wat mee heeft gedaan in de zakenwereld ook. En hij was natuurlijk de eerste verdachte. Dus hij was nog geen 24 uur thuis. En hij kon alweer mee naar het bureau. Maar ik weet nog niet of hij er wat mee te maken heeft. Ik denk niet dat hij op het rechte pad blijft. Het is trouwens met Barry Atsma, Georgina Verbaan. En ja, er zit nog wel een. Ik weet even niet hoe hij heet. Ik weet alleen dat hij getrouwd is met Kim van Kooten. Maar ik weet even zijn naam niet. Maar ik vond het wel een goede serie. Vandaag eigenlijk ook weinig op de planning. Ik ga zo even wel foto's maken. Ik ga even stofzuigen, maar dat is het ook wel. We houden eigenlijk gewoon nog steeds een rustig dagje. Katten liggen te slapen. Of althans, ik heb hier een slapende tijgertje. Ik heb een muis. Muis slaapt niet, hè? Muis! En hier zit Nicky. Ik zal jullie even inzoomen. Kijk hoe groot dit is. Die slaapt met de koppie op het randje. Het lijkt me echt niet lekker liggen, maar ik vind het wel schattig. Een tijgertje die was net alweer helemaal mij aan het knuffelen en op me aan het liggen. Die gebruikte mij als een soort kindbouw. Was net een aapje, maar nu is ze maar gaan slapen. Vind ik ook wel schattig, ligt ze met dat bruggetje zo naar me toe. Ja, heel schattig. Dus ja, zoals ik al zei, weinig op de planning, maar het is lekker zondag voor. Oh, volgens mij ben ik nog steeds hier gezond. Dat is wel heel werk. Oeh! Uitzommen. Ik heb ook nog al een klein stukje aan de vlog gedaan. Daar ben ik nog niet heel ver mee gekomen. Want wat ik gisteravond dus programma's zat te kijken. Dan werk je toch minder achter de laptop. Maar goed, dat geeft ook niet. Ik ga het gewoon afkrijgen. En ik denk dat ik deze week iets minder materiaal heb ook. Omdat ik eigenlijk de hele week al niet helemaal fit ben natuurlijk. Ik ga even stofzuigen. En dan ga ik even foto's maken. Ik zal even de producten laten zien die ik ga fotograferen. Ik zet jullie er verder zelf niet bij. Want ik wil gewoon eventjes een beetje snel er doorheen. Maar laat ik in ieder geval even zien wat ik ga fotograferen.
de spullen om te fotograferen. Ik heb dit oogschaduwpaletten van de Action. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik lekker fotograferen. Dan heb ik deze primer van Catrice. Die ga ik doen. En ik heb de Vega Lashes mascara van Essence. En als extraatje ga ik deze micellair water van Garnier doen. Dit is die met roze water. Heel erg benieuwd naar. Dus die komt dan als extra artikel op de dinsdag. Dit ga ik even fotograferen. Dan ga ik denk ik lekker de bank op. Het is echt zo lekker regenachtig. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, die druppels op de ramen hoor. Maar het is zo gezellig. Ik zal eens even naar de keuken lopen. Misschien dat je daar wel echt kan zien hoe het uit de hemel komt. Want dat vind ik echt... Ja, ik vind het gewoon echt heerlijk. Ik zal de deur even open doen. Dan kun je het ook horen. Kijk. Daar gaat het. Lekker voor de plantjes ook. Mijn pasten liggen hier nog te drogen. Ik had dus ook dit sponsje, die had ik gebruikt. Nou, dat is heel dom, want het is eigenlijk een poederspons. Ik heb hem dus ook voor foundation gebruikt. Maar het gaat er niet helemaal meer uit. Ik weet niet of je hem kan wassen, maar hij is in ieder geval wel weer schoon. Dus ik ga dit... Oh, het licht hier is niet lekker. Ik ga even dit fotograferen. Hé, hey, pak even weer het goede licht op. Ja, daar ben ik weer. En dan ga ik de bank op. Ik ga niet bullet journalen vandaag. Ik ga gewoon even lekker mijn foto's doen en dan even... Lekker relaxed. En ik heb nu een beetje waterspatten op mijn scherm. Dus die moet ik even droog maken. Zo, alles is weer gelukt. Ik heb de katten het eten gegeven. De foto's zijn al gemaakt. Ik heb nog steeds mijn scherm niet droog gemaakt. Moet ik straks even met een doekje doen. Ik heb nu even heel veel dingen aan het opladen. De accu van mijn camera zit erin. En ook de batterijen van mijn... Flitser zitten erin, dus dat ben ik allemaal even aan het opruimen of aan het opladen nu. Ik heb zelfs nog even wat nagellakjes alvast eventjes getest voor de foto's. Dat moest eventjes. Het goede nieuws was wel, ik moest mijn Apple Watch opladen. En dat ging elke keer niet met het hoesje eromheen. Toen heb ik het gewoon weer een keer geprobeerd. En nu is die gewoon opgeladen terwijl die in het hoesje zat. Dus dat is natuurlijk wel ideaal, want ik moest hem elke keer uithalen. Dat was gewoon een heel gedoe. Dus dat was wel gelukt, daar ben ik wel blij om. Ja, foto's verder was ook prima. Dus ik heb verder lekker gerelaxed op de bank. Dus niet heel veel bijzonders. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Vanavond kijk ik... ja, je hebt weer Holland tegen België. Dus ik denk dat ik daar een deeltje van kijk. En je hebt ook weer... het zijn net mensen, dat ga ik kijken. En wat ga ik voor de rest kijken... Vanavond heb je weer Rex en natuurlijk Gossip Girl. Ik moet nog even wat aan de foto's doen, maar verder niet heel erg veel bijzonders of zo vandaag. Vanavond is ook niet bijzonder. Ik eet vanavond hier runderreepjes. Daar ben ik wel heel benieuwd naar met frietjes erbij. Straks even lekker uitgebreid douchen en dan ja, hoop ik dat ik me morgen gewoon weer helemaal topfit voel eigenlijk. Maar goed, dat gaan we morgen wel zien. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik ja, zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 mei. Ik ben klaargemaakt en ik voel me vandaag weer wat beter. Yes. Ja, heel fijn. Ik had natuurlijk zaterdag wel het gevoel dat het iets beter ging. Toen was het gisteren weer even wat minder. Maar nu gaat het wel weer wat beter. Dus daar ben ik heel blij om. Mijn zuster ook. Die moet even snuffelen aan alle geurtjes en dingen die er op mijn gezicht zitten. Maar dat vind je niet zo lekker, schat. Ik heb voor het eerst weer een keer lipgloss op. Ik dacht, ik ga het weer een keer proberen. Ik heb gisteren mijn nagels gelakt. Deze kleur. En dat is dit kleurtje. Wederom uit de Mini en Daisy. Dit is dus Daisy. En dit is de Zeno 5 Daily Daisy. Dus dat is die. Angela, ik zie Daisy, Daisy, Daisy. Siri moest zich er ook mee bemoeien. Zoals heel vaak. Er is niemand in contact die overeenkomt met Daisy. Nee, dat kan kloppen. Het is ook een tekenfilmfiguurtje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb gisteravond gekeken naar Holland tegen België. Was wel heel leuk, want ik kende deze aflevering niet. Ik weet niet of ik die gemist heb. Ik kan hem haast niet voorstellen, maar dit was met Nick en Simon. En de namen van de Belgische kant, die ben ik vergeten, want ik kende die mensen ook niet. Ik heb nog steeds hier een vlekje op. Ik moet dit echt even gaan poetsen, maar dat zei ik gisteren ook al. Ja, dat moet ik echt even doen. Maar dat was op zich wel leuk. Ik heb daarna gekeken naar Het zijn net mensen. Was ook super schattig, want er waren katjes. Er waren kittens. En dat vond ik super leuk.
Ik heb Rex gekeken, ik heb Gossip Girl gekeken, dus dat was allemaal wel positief. En ja, dat was mijn avond. Alleen het eten viel heel erg tegen. Ik had die runderreepjes en daar had ik me heel erg op verheugd. Maar toen ik ze aan het eten was, was het net omdat ik stukjes hamburger aan het eten was. En daar ben ik gewoon niet zo heel gek op. Dus ik heb het niet opgegeten, helaas. Ik heb niet veel gegeten, want het smaakte gewoon echt niet. Ja, en dan kan je het op gaan eten omdat je moet eten. Maar als iets niet lekker is, dan vind je het gewoon niet lekker. Dus die zou ik niet meer gaan kopen. Vroeger vond ik dat soort reepjes echt super lekker. Maar nu vind ik ze echt niet meer te eten. Maar dat is ook hetzelfde. Bijvoorbeeld shawarma vind ik heel lekker. Maar dan heb je... Je hebt gyros en dat andere. Oh, jeetje. Ik kom even niet op de naam. Ik zal het hieronder neerzetten, want dan moet ik het even opzoeken. Ik weet het nu even niet meer. Maar dat zijn dus ook net van die, of dat je stukjes frikandel op hamburger zit te eten. Dat vond ik dus ook niet lekker. Kebab is dat, geloof ik. Ja, het is kebab. Dat vind ik dus ook niet lekker. Vandaag op de planning. Ik ga zo een video opnemen. Ik ga eerst even stofzuigen, wasje aanzetten. En dan ga ik even de vieze vuilniszakken uithalen. En dan ga ik even een video opnemen. Ik denk even wat bullet journalen. Dus niet heel veel bijzondere dingen. Maar gewoon eventjes de standaard dingetjes. Ik ga nu eerst even mijn schermpje schoonmaken. Want dat is ook een irritatiepuntje. Dan ga ik even de dingetjes doen. En bij het bullet journalen zal ik jullie erbij zetten. Maar dan kan ik eerst even zorgen dat de video erop komt. En even wat klusjes doen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik zat natuurlijk wel net te denken eigenlijk hoe ik kan veranderen in zoveel jaar. Want ik zat te bedenken toen ik nog op de middelbare school zat, dat is 12 jaar geleden, droeg ik alleen maar transparante nagellak. En nu zeg ik echt sinds jaren draag ik kleurtjes. En ik vind kleurtjes super leuk. Ik wou alleen heel vaak dat je die chips ziet. En dat had ik met transparante nagellak niet. Maar ook qua make-up. Toen ik op de middelbare school zat, gebruikte ik een beetje foundation. Volgens mij een beetje concealer en een poedertje. Een beetje blush, een beetje oogschaduw. Ik weet niet eens of mijn wenkbrauwen toen al deed eigenlijk. Een beetje mascara en een oogpotloodje en iets op de lippen. En dat was het. Maar dat was lang niet zoveel als zoveel. Ja, ik vind het niet veel. Heel veel mensen vinden het veel wat ik draag, maar ik vind dit niet veel. Maar het was wel een stuk minimaler als wat ik nu draag. Het was heel natuurlijk, zeg maar. Ik weet nog wel dat een vriendinnetje toen tegen mij zei van ja, maar jouw make-up zit altijd wel mooi omdat je het heel neutraal houdt. En dat was ook wel zo. Maar dan kun je zien hoe een mens in zulke jaren kan veranderen. Eigenlijk best wel grappig. Goed, ik ga nu eerst even mijn scherm schoonmaken en even wat dingen doen. En ja, laten we maar eens even aan de gang gaan, denk ik dan. Zo, ik ben weer klaar. Video is opgenomen, was nog wel een hele klus. Vooral omdat ik het soms lastig vind om dingen duidelijk uit te leggen. Maar dat heb ik ook uitgelegd in de video. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, deze komt zaterdag online. Ik heb de prullenbak even helemaal schoongemaakt. Ik zag dat er wat dingen gelekt waren. Dus ik had de zak eruit gehaald. Toen heb ik wat chloor ingegooid. Toen heb ik hem uitgespoeld in de douche. Zo, hij ruikt nu weer lekker fris en hij is gewoon weer helemaal schoon. Dus dat was ook wel fijn. Voor de rest, ja, even gebeurd journals hebben jullie dus kunnen zien. Ik moet alleen nog even kijken naar de oordopjes op de iPod. Dat gaat nog niet zo heel erg lekker. Dus dan moet ik nog even naar kijken hoe dat precies zit. En ja, de was die draait nu zoals je waarschijnlijk hoort. Oorverdovend geluid. Ik heb wel een lekkere nieuwe was. Ik heb achter aangebroken.
Maar dat was het ook wel. Verder wilde ik jullie eigenlijk even vertellen over die haarspray. Ik had die anti-kletspray gekocht bij de Kruidvat natuurlijk. Die heb ik nu alweer even in gebruik en hij is echt heel fijn. Als je echt last hebt van klitten, is dit echt een aanrader. Want hij ruikt heel erg lekker en je haar wordt er echt zacht van. Je kunt het daarna gewoon heel goed doorborsten. Dus ik vind het wel een aanrader. Ik gebruik hem wel alleen op nat haar. Ik weet niet of je hem ook op droog haar kunt gebruiken. Zou ik een keer moeten nalezen, maar ik had daar nog geen zin in gehad om dat te doen. Maar die wilde ik nog even jullie meegeven. Vanavond kijk je Chateau Meiland. Daarna zet ik dat Man bij Honden maar op. En ik ga nog even verder met mijn artikel natuurlijk voor vanavond. Dus schrijven, nog even wat foto's doen voor morgen. En dan ben ik al wel weer redelijk klaar. Dus dat is fijn. Verder dus een rustige avond. Straks douchen en eten. Nou ja, het plan wat ik altijd heb. Dus niet bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik kan me bijna niet verstaanbaar maken door deze herrie. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 26 mei. Ik ben klaargemaakt. Mijn haar zit niet top, maar dat komt. Ik heb er een heel los stiek in zitten, omdat ik eigenlijk geen zin had in een scrunchie. Omdat ik daar hoofdpijn van krijg. Als een stiek heel strak om mijn hoofd zit, krijg ik daar last van. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Maar dit zit ook niet helemaal top. Maar goed, ik ben gewoon thuis. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. De drie andere meisjes in het huis hebben er een beetje een bende van gemaakt. Want overal liggen de speelgoedjes. De kleden waren hier van de bank getrokken. De wasknijpers hier zitten gewoon los. Dus die kunnen er ook gewoon af. Dus dat ga ik zomaar eens even opruimen. Ik heb gisteravond naar Chateau Meiland gekeken. Dat was wel weer heel grappig. Wel heel bijzonder. Want die oudste dochter van hun die kwam dus over vanuit Nederland naar Frankrijk. En het was daar al lockdown. Ze konden naar één grote winkel geloof ik. Er hadden ze nog verre spullen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, soms is natuurlijk heel veel mensen geld terug gaan betalen en zo. Omdat ze, ja, heel veel boekingen die werden nu geannuleerd. Ik heb hier wat lipgloss zitten wat ik aan het uitsmeren ben. Oh, heel fijn. Dus het geld raakte een beetje op als ik het zo begreep. Maar goed, het zal wel goed komen. Maar die dochter die kwam dus met een privéjet. Privévliegtuig of zoiets. Nou ja, dat zal ook wel wat kosten. Want ze zat in er eentje ook in dat vliegtuig. Maar ze konden dus in ieder geval nog naar Frankrijk. Dus dat. Daarna heb ik gekeken naar Man bij het Hond XXL. Dit keer minder gelachen als vorige week. Ik heb wel een paar keer gelachen, maar ja, vorige week was het gewoon heel hilarisch. Ik heb een blogpost geschreven. Ik ben even verder gegaan met die foto's. Ik heb ook nog een deel van de vlog afgemaakt. Dus vandaag is het eigenlijk nog de laatste dingen importeren. En renderen en dan kan die saven. Ik kreeg trouwens net een appje van Nathalie. Die zei, ik heb helemaal geen stijlhaar, gek. Dus ik heb dat in mijn vorige week volgens mij verteld dat iets over, dat ging over haar. Toen heb ik gezegd dat Nathalie stijl haar had. Nou, Nathalie is het daar dus niet mee eens. Ik vind het nog steeds stijl, maar goed, volgens Nathalie heeft ze dus geen stijl haar. Zij zou het wel weten, want het is haar haar. Dus dat zal ik nog maar even erbij vermelden. Ik heb gisteren ook weer Gossip Girl Rex gekeken, zoals eigenlijk elke dag. Dus het was niet bijzonder. Ik ga zometeen de kattenbak doen, de douche en de gang helemaal. Dus even lekker. Het is wel een groot schoonmaak. Ik voel me gelukkig wat beter. Ik ga dus die nieuwe tabs uitproberen. Kijk, hier ligt bijvoorbeeld speelgoed. Hier heb ik speelgoed liggen. En hier ligt nog een muis. Daar ben ik nog een muis kwijt. Want ik heb altijd hier de speeltjes in liggen. Want hier liggen ze niet zo heel veel in. Maar ik ga dus even die nieuwe tabs proberen van de W5 van de Lidl. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik zal even lezen hoe dat moet. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Dus eerder ben ik al klaar. Ik ga even muziekje aangooien. En dan denk ik dat ik jullie alleen even bij de douche erbij zet. Ja, de rest is altijd een beetje lastig. Dus dat gaan we maar eventjes doen. Dus eerder ben ik klaar.
Zo, ik ben lekker klaar. Alles is schoon wat ik schoon wilde hebben, dus dat is heel erg fijn. De kattenbakjes lekker afgewassen, zowel hun voerbakjes als hun drinkbakjes. Ik haal nu tegenwoordig ook de bakjes waar ze uit eten, dat zien jullie niet, mijn sok zit ervoor, weg. Die was ik ook elke dag af. Ook omdat ze er nog wel eens 's nachts mee gaan rotzooien, maar het is ook wel lekker. We nemen zelf tenslotte ook elke dag een schoon bord. Dus dat was dat. Dat was fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond kijk ik de datables. Ik ga even kijken trouwens. En beter later nooit. Maar ik ga even kijken of het nou weer zo laat komt. Als de gids laat. Ik heb een t-shirt aan. Ik ben eigenlijk nooit zo snel van de t-shirts. Maar oei, de lift heb je ook. Oei. Ga ik opnemen. Ja, vind ik leuk. Dat is een film. Dat vind ik echt leuk. Ja, was weer op de om 10:10 helaas. Dus nou goed. Moet maar even kijken. Ga ik sowieso wel kijken hoor. Ik ga die lift even opnemen. Ik zal het dus even appen in de groepsapp. Kan ik zaterdag wel gaan kijken? Want zaterdag heb je niet veel. Oh, dat vind ik wel leuk. Goed. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Want volgens mij is het alweer veel te lang geworden. Ik merk wel sinds ik deze camera heb dat de weekvlogs best wel lang duren. Ik zal weer proberen om ze weer wat in te korten naar de tijd waar ik het eerder in deed. Maar daar doe ik heel erg hard mijn best voor. Ik wil je voor bij deze in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. En kun je ook het belletje aanzetten, krijg je melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je in ieder geval bij de volgende video weer te zien. Doei!